kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 5 november. Ja, 5 november. En ik heb me even aangekleed. Ik had vannacht bij Miel geslapen. Ik was er gisteravond blijven slapen. Dus daar ben ik van thuis. Ik heb even gedoucht. Aangekleed. Ik heb deze trui aan van de H&M. En een... Oh, je ziet het niet. Maar ik heb een ruitjesbroek aan. Ook van de H&M. Volgens mij zijn ze beide niet meer te koop. Dus als ik ze kan vinden, zal ik ze even in de beschrijving linken. Maar volgens mij zijn ze uitverkocht. En ik heb even deze opgedaan. Van Marc Jacobs. Die vind ik echt reet lekker. Ik moet strakjes. Of nou, straks. Het is nu 10:30 of zo. Om 10:50 ga ik Char ophalen. Want dan gaan we samen naar stage. En niet op stages lopen. Maar ik ga mijn benen laten IPL'en. Ik doe mijn oksels daar ook al altijd. Maar voor benen moet je een aparte afspraak maken. Dus dat ga ik strakjes doen. En als het goed gaat, Char en ik ook even snel één fotootje maken in de stad. En dan moeten we daarna van 2:30 tot 2:30 naar school. En dan zijn we vrij, dus dat is echt heel erg lekker. Ik heb wel deze week toetsweek, dus daar moet ik vanmiddag wel echt even voor goed gaan leren. Ik ga nu ook even leren, of althans ik ga even ondernemen, kijken hoe dat allemaal precies werkt. En ik doe vandaag mijn nieuwe schoentjes aan naar school. Voor de mensen die niet mijn afgelopen weekvlog niet hebben gezien. Ik heb nieuwe schoenen gekocht en ik ga gelijk even naar beneden. Ik zal gelijk even aan jullie laten zien. Even mijn oplader mee. Zo. Hebben jullie de nieuwe documentaire van... Oh, je ziet het alleen maar rond. Hebben jullie de documentaire van Femke Louise al gezien? Ik ben zo benieuwd. Ik ben nu bij aflevering 1. Het was bij de eerste 10 minuten. Maar ik ben wel echt heel benieuwd. Oh. Dit ding uitzetten. Ik heb mijn schoenen net even ingespoten. Vandaar dat ze hier in de gang staan. Maar oh, ze ruikt helemaal lekker. Ik heb nieuwe Isabel Marant. Dus die ga ik straks aan. En hier ben ik echt... intens gelukkig en blij mee met deze schoenen. Ik heb zitten maatje 36. Bij mij vallen ze gewoon normaal. Je hebt ook die met die flap. Die vallen volgens mij een maat kleiner, als ik het goed zeg. En ik heb ze gewoon bij de Bijenkorf gekocht. Ik ga even lekker warme chocolademelk maken. Of ga ik koud water drinken? Water. En dan heb ik even mijn laptop gepakt. En dan ga ik eventjes wat dingetjes voor school maken. Of ondernemen. En dan zie ik jullie strakjes weer als ik mijn benen ga laten IPL'en. Oké, deze schooldag sloeg helemaal nergens op. Ik ging eerst met Charlotte ook naar stage om mijn benen te laten IPL'en. Dat heb ik niet gefilmd, want ze hadden eigenlijk pauze al. Dus ik moest even een beetje opschieten. Ik ga trouwens even chocolademelk maken. Dus daar had ik al niet gefilmd. Toen kwamen we op school, we hadden alleen burgerschap. Nou, toen moesten Char en ik onze presentatie geven en nog twee andere meiden. We waren al vrij, dus eigenlijk na 20 minuten mochten we alweer naar huis. Dus nu ben ik lekker thuis. Ga ik leren. Ik ga vanavond ook niet dansen, want ja, ik wil gewoon even goed leren voor mijn toetsen en zo. En ondernemen vind ik best wel lastig, dus dat ga ik gewoon even goed oefenen. Het is nu 2:30, dus ik heb nog heel de avond om lekker te oefenen. Maar ik ga even warme chocolademelk maken, want daar heb ik echt mega zin in. Deze. En daar moet je altijd 4 schepjes van in doen. En dan warm water erbij. En dan heb je warme chocolademelk. En Jordan, ik had ook even snel foto's gemaakt. En ik denk dat ik deze erop ga zetten. Bij Den Haag is dat. Bij Lange Voorhout noem je dat volgens mij. Sorry. Maar ik had even ding uitgezet. Warm water erbij. Lekker. En ik ga even een koekje erbij pakken. En dan ga ik denk ik beginnen met, ga ik met ondernemen of AFP? Nee, ik denk dat ik met ondernemen ga beginnen. Omdat is zeg maar alleen snappen. En als ik dat snap is dat gewoon klaar. Ik denk dat ik eerst dat ga doen. En dan daarna AFP ga doen. Heb ik al gezegd dat ik niet ging dansen? Volgens mij wel. Nou, ik ga dus niet dansen. Ik wil trouwens ook heel erg graag... nieuw soort video's gaan maken voor jullie. Want ik maak nu eigenlijk in principe bijna alleen maar weekvlogs en soms een extra video. Maar ik wil dus gewoon een soort serie starten of zo. En ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik wil. Ik weet wel dat ik iets extra's erbij wil. Ik wil ook een thumbnail, zeg maar een nieuw banner gaan maken. Een nieuw intro of door een professioneel iemand laten doen. Dat wil ik heel graag. En nieuwe ideeën voor video's zijn altijd welkom. Ik weet dat mensen heel graag morning en... avondroutine willen. Die wil ik in de kerstvakantie gaan opnemen. Omdat ik daar door de week gewoon eigenlijk echt geen tijd voor heb om dat te filmen. Dus dat wil ik eigenlijk in de vakantie gaan doen. Lekkere kerstsfeer ook en zo erbij. Dus dat komt er binnenkort wel ergens aan.
Maar ik wil gewoon leuke nieuwe video's. En ik wil gewoon ja, een soort serie maken. Een soort iets hebben. Iets. Ja, ik weet niet. Ik blijf sowieso weekvlog hoor, daar niet van. Maar ja, ik wil dus gewoon wat anders. En ik weet nog gewoon niet zo goed wat. Eindelijk snap ik ondernemen. Het is nu 4:15 en ik snap eindelijk ondernemen. Dus ik ga nu beginnen met AFP. Ik heb hier ook een proeftoets, dus die gaan we even maken. En ik heb er even een foto op. Oeh, oh, luister. Ik heb even een foto op Insta gezet. Deze, die had ik met Char gemaakt. Die vond ik wel leuk, want die vond ik wel mooi passen naast die foto. Ik ga namelijk proberen een beetje mijn feed een beetje leuk te maken, aangezien ik altijd mijn foto's verwijder. Heel veel mensen vragen dat ook wel, verwijder je altijd je foto's, maar ik vind soms foto's gewoon niet mooi bij elkaar staan. Of dan ben ik er niet tevreden over. En dan verwijder ik ze. Like a star in the sky, I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. Hoi allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dinsdag 6 november. En ik moet zo meteen naar school toe. Tot het is nu. Even kijken hoe laat het is. Dat is even een filmpje aan het kijken. Het is nu 9:50. Over 10 minuutjes moet ik weg. Ik ben nog even pas op je shoplog van Floor Delver aan het kijken, als ik het goed uitspreek. Geen idee. Volgens mij spreek ik het wel goed uit. Maar die ben ik nog eventjes aan het kijken. Die duurt als het goed is nog precies 10 minuten. En over 10 minuten kom ik naar school. Ik kreeg in mijn vorige week vlog heel veel de vraag van: wil je vaker laten zien wat je aan hebt en zo? Voor mijn gevoel deed dat al. Maar ik zal bij deze maar eventjes nog een keer laten zien dan. Het colletje die ik aan heb lijkt een beetje bruin op camera, maar is gewoon zwart. Die is van de H&M. Dan heb ik mijn nieuwe glitter flare aan van, of nou flare. Het is een hele kleine flare zoals je ziet. Ik weet niet, hij valt er niet helemaal lekker overheen, maar goed. Die is van de Zara, die kon je in mijn vorige week vlog zien. En dan heb ik mijn nieuwe schoentjes erbij aan. En ik doe er gewoon mijn leren jasje bij aan. Van de Zara is die ook. Van de TRF. En deze tas neem ik mee, mijn schooltas. En dat is van het merk Zebra. Ik heb vandaag best wel veel toetsen. Ik moet Engels inhalen. Want toen die ene toets was, zat ik in die pizza. Dus die moet ik inhalen. Dan heb ik een AFP toets, een soort biologie. En ondernemen toets. Dus dat is helemaal lekker, zoveel toetsen op een dag. Gaat de dag waarschijnlijk als het goed is wel snel. Ik doe nog even een geurtje op. Deze. Van Yves Saint Laurent. Ik weet niet hoe die heet eigenlijk. Mon Paris heet die. En eigenlijk moet ik er en ik vandaag ook even kijken wanneer we naar Parijs gaan. Want we hebben die veiling natuurlijk al betaald. Er en ik hadden 4 vakantieveilingen voor 30 euro per persoon een dagje naar Parijs. We hebben al betaald, maar we moeten even kijken wanneer we gaan. Want we moeten even boeken. Dus, en als ik uit school kom, ga ik even allemaal dingen voor school afmaken. Want morgen moeten een aantal dingetjes ingeleverd worden. En als ik dan alles af heb, dan ga ik met Melis even dansen. Want gisteren was ik dus niet naar dansen gaan. Maar ze hebben best wel veel gedaan. En Melis wil ook even oefenen. Dus dan gaan we daar samen naartoe. En Jane die kon niet. Dus gaan we gewoon met z'n tweeën. Als ik alles af heb voor school. Ik hoop echt dat ik alles af krijg. Want ik wil zo graag dansen vanavond. Maar goed. Ik ga nog even dat filmpje af. Waar is mijn telefoon aan gebleven? Hallo? Oh ja. Ik ga nog even het filmpje afkijken. En dan ga ik naar school toe. Ik ben thuis uit school. En het is nu 4:15 en ik ga nu even aan een presentatie of aan een werkstuk werken die morgen ingeleverd moet worden. En rekenopdrachten die morgen af moeten zijn, dus dat ga ik nu eventjes doen. En er is echt iets heel stoms gebeurd vandaag op school. Keer zich uitgeschreven voor de opleiding, dus dat betekent dat ze ermee gaat stoppen. Voor de mensen die niet weten wat uitschrijven betekent. Ze gaat stoppen met de opleiding, ik vind het echt niet leuk.
Maar ja, als ik er niet meer naar de zin is op school, moet ze lekker wat anders gaan doen. Want ze gaat nu dan dit jaar werken en dan volgend jaar gaat ze een andere opleiding doen. Dus, maar we gaan nog wel samen naar Parijs, dus dat is wel erg leuk. We gaan waarschijnlijk 15 of 22 december op een zaterdag. Dus ik ga nu even mijn dingetjes voor school doen. En als het kan ga ik vanavond dansen. Als ik het red met school en zo. En als ik het niet red, niet. Want school gaat nu eventjes voor, helaas. Terwijl ik wel echt vet graag wil dansen. Want ik wil gewoon dat dansje even helemaal weten en aanleren en zo. Maar goed, als ik nu gewoon gelijk begin. Dan kan ik vanavond dansen. Oké, het is nu 7 uur. En Melissa komt me als het goed is zo meteen halen. En dan gaan we dansen. Ik heb net heel het werkstuk van apparatuur afgemaakt. Althans, mijn deel. Char is haar deel nu aan het afmaken. Stuurt ze naar me toe. En dan kan ik hem in OneNote zetten. Dat is zo'n programma waarbij ik voor school alles in moet zetten. Ik heb rekening helemaal afgemaakt. Het enige wat ik nu nog moet doen is een presentatie over zelfportret. Een paar vragen wat stellen over jezelf. Dus dat ga ik gewoon vanavond doen. Ondertussen dat ik goede tijd of zo aan het kijken ben. Als het goed is, is Melissa hier over een kwartiertje. En dan gaan we gewoon even een uurtje even dansen, even oefenen. Ik weet niet of we het gaan filmen, want ten eerste weten we de choreo helemaal nog niet goed. We gaan nu elkaar een beetje helpen beter aanleren en zo. En ik weet ook niet of het mag. Ik heb de choreo natuurlijk niet bedacht. Dus ja, ik weet niet of dat mag eigenlijk. Als die straks veel beter is of we hebben de voorstelling of zo, weet je, de show. Dan zou ik dat echt wel gaan filmen. Maar ik weet gewoon nog niet nu of dat mag en kan. Ik kan er wel filmen, maar in ieder geval niet als we aan het dansen zijn. Morgen heb ik mijn praktijktoets voor handen. Moet ik mijn oma's handen gaan doen, want mijn oma gaat mee als model. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ga ik vanavond alvast mijn koffer eventjes voor inpakken. Zodat ik dat morgenochtend niet hoef te doen. Want volgens mij heb ik morgen best wel een lange dag. Even kijken wat dat rooster morgen is. Bijna. Ik begin morgen om... Ik begin morgen om 9 uur tot 5 uur. Top. Maar die praktijktoets begint om 2. Duurt waarschijnlijk 1,5 uur. Dus dan mag ik om 1,5 uur denk ik wel weg. Althans, dat hoop ik. Dat het mag. Klaar. We hebben een uur denk ik ongeveer gedanst. Iets ja, korter. Nee, een uur denk ik. Ja, een uur toch? Ja. En we gaan nu lekker naar huis. En dan... Kan ik morgen niet meer lopen? Kun je heel trots op ons zijn maandag bij dansen. Ja. Dat was wel goed eigenlijk. Ik was verbaasd. Never thought is been so good today. Maar English is very good. I know. Weet je, weet je waar het achter kwam? De opleiding huidtherapeut, dat zeg maar vervolgopleiding van de opleiding nu is. Is dit Engels? Ja, sommige dingen moet je in het Engels inleveren, ja. En mijn Engels is echt nou, 2,2 waard. Hm. Dus dat wordt ze leuk. Ik weet ook niet of ik dat wel ga doen. Zo niet. Als je alleen je dingen hoeft in te leveren. Nee, maar ik bedoel of ik nog wel schoonheidsspecialist wil doen dan. Oh. Met binnenhuisarchitect lijkt me ook vet leuk. Oh, dan ga je gewoon je eigen salon maken. Ja, oké. Oké. Doei. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Vandaag op school heb ik mijn praktijktoets. En nou, ik ben niet heel zenuwachtig of zo. Want vorig jaar hebben we deze ook al gedaan. Dus het zal goed komen. Ik ga de handjes van mijn oma doen. Ik ga ook even oorbellen in doen. Zo, ook deze of deze. Ik ga deze. Dus mijn oma komt om 2 uur naar school toe. En als het goed is ben ik daardoor klaar. En voor de rest van de dag hebben we gewoon toets van gisteren bespreken. En voor de rest allemaal onze vakken. Rekenen bijvoorbeeld. We hebben ook strakjes.
Die trui die ik aan heb is van G's Louise. Ik krijg altijd heel erg veel vragen over waar ik mijn shirtjes en trui van G's Louise koop. Maar als je gewoon online op Google intypt G's Louise, dan krijg je gewoon echt allemaal sites onder elkaar waar ze het verkopen. Dus ik zou dat gewoon eventjes doen als je ook op zoek bent naar een trui van G's Louise. Ik doe even dit luchtje op. Deze van Marc Jacobs. En ik heb trouwens hieronder mijn zwarte flare aan. Die is van de Sting. Krijg ik ook nog steeds heel veel vragen over. Die is van de Sting. Ik ben 1,60 en ik heb maat XXS. En dat past voor mij gewoon goed. Althans, met sneakers is die wel te lang. Maar ik doe vandaag weer mijn leuke, mooie Israël rand aan. Dus dan past die gewoon. Deze ga ik inderdaad even aantrekken nu. Want hoe laat is het? Over 3 minuten is Char hier. Dus ik moet even gaan opschieten. En dan zie ik jullie straks weer op school, denk ik. Hoop ik dat ik daar ga filmen, als ik het niet vergeet. We gaan lekker niet kijken wie. We gaan lekker niet zeggen wie we kijken. Nee, no spon. No spon. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Oké. Ik heb vandaag gewerkt, maar ik had helemaal niks gefilmd. Als je kan horen wie dit is, laat het achter in de reactie. Dan krijg je een blauw duimpje van mij. Maar dan ga je weer een keer een extra video opnemen. Oké, dus als je kan raden wie dit is, zet het in de reacties. Hoi, ga je weer. Hoi, het is vandaag donderdag en ik moet zo meteen naar stage toe. Ik had gisteravond bij Milan geslapen, dat was heel erg gezellig. Daar ben ik van thuis. Lekker gedoucht en alles. Ik heb dit shirtje vandaan aan en een zwarte pantalon ook vandaan, want ik heb zo meteen heel de dag stage. En ik wilde dit luchtje opdoen, dit geurtje. Vandaan hebben we zo'n testerblaadjes. Ik dacht, ik ga even mijn eerste reactie erop geven. Hoe die ruikt. Oh nee, die vind ik niet zo lekker. Oh nee, laat maar. Ik doe gewoon mijn eigen lichtje op. Deze weer, gewoon van Marc Jacobs, de Daisy Dream. De blauwe heb ik opgedaan nu. En gisteren heb ik een pakketje binnengekregen. En aan de andere kant staat de naam, dus ik ga niet de voorkant laten zien. Want er komt, denk ik in december, rond december komt er een video over. Ik wil namelijk een nieuwe serie gaan starten op mijn kanaal. En ik had dit pakketje toevallig binnengekregen. En toen dacht ik, oh, dat is misschien wel leuk voor de eerste video van die serie. Dus die ga ik gewoon even bewaren. Niet in de weekvlog laten zien. Maar die kunnen jullie dus ergens in december zien. Mijn oor. Dus dat, ik ga even mijn tanden poetsen, even mijn tas inpakken en dan ga ik naar stage toe. En dan zien jullie mij denk ik daar, ik weet niet, als de pauze druk is. Ik heb niet zoveel zin om daar in de pauze te filmen. Als het druk is, dus als het druk is doe ik het niet. Als het niet druk is en ik alleen met Charge doe ik het wel. Maar dan met mijn telefoon, niet met mijn camera. En ik weet niet, ik voel me niet zo lekker vandaag. Hoi allemaal, het is donderdagavond alweer. En ik wil even zeggen waarom ik niet heb gefilmd vandaag. Want ik had wel gefilmd. Althans, Char en ik ging een pokeball halen. En toen was ik op de scooter aan het filmen. Maar ik had dus niet op aangedrukt. Dus het enige stukje wat ik gefilmd heb op de scooter is dit. Ja, straks zijn. Ik wilde hem zeg maar in plaats van dat ik hem aandrukte, drukte ik hem dus. Of zeg maar dat ik hem uit wil drukken, drukte ik hem aan. En toen, nou, ik had echt 2 minuten gefilmd, maar dat is heel weinig geworden. Ik heb dus vandaag stage gehad. Het is nu 9:45. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Mijn ringen even afdoen ook. Oh, oorbellen uitdoen. En dan morgen is mijn laatste stage dag voor deze week. En dan morgenavond gaan we met de meiden uit. Dus dat is echt heel erg gezellig. Ik weet alleen nog niet wat ik morgen aantrek als we uitgaan. Ik zat dus eerst te denken aan mijn... Even kijken, waar ligt die? Deze lakleren broek van Straatstijl. Maar ik weet niet of dat iets te heftig is of iets te warm. Ik vind het wel heel gaaf. Maar dan moet er wel echt een ziek leuk shirtje op of zo. En anders dacht ik, mijn glitterflare ook. Maar ik moet nog even kijken. Ik denk wel dat ik morgen mijn haar een beetje wat anders ga doen dan dit. En sowieso één ding wat echt 100% zeker is. Morgen als ik uit stage kom, ga ik eerst met mama pannenkoeken eten. Daarna ga ik 3 uurtjes slapen, want anders ga ik het echt niet volhouden. Maar goed, dat is allemaal voor morgen. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. En dan zie ik jullie morgen weer. Mijn camera is ook leeg, dus die ga ik gelijk eventjes aan de oplader doen.
zodat die morgen niet leeg is als ik hem mee kan nemen. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag. Vrijdagavond alweer voor de verandering. Even mijn laptop opzetten. Ik was even Leonie aan het kijken. Het is vrijdagavond en ik heb mijn haar een beetje gesteld. Gewoon even snel erheen gehaald. Beetje make-up op mijn knar gesmeerd, zoals je misschien kan zien. En ik heb even mijn glitterbroek aangedaan. Een zwart blouseje van de Zara. En even deze trui. Want ik ga vanavond uit met Dagmar en Zoe. En dan uiteindelijk zie ik daar Char een keer ook. Dus dat is echt vet gezellig. Maar alleen blouseje straks weer op de scooter. En mijn winterjas is misschien een beetje koud. Dus ik dacht, ik doe even mijn trui eroverheen aan. Ik had vandaag weer stage. Was wel heel erg leuk. Was wel gezellig. Ik twijfel of ik deze oorbelletjes in zou doen. Of die andere ringetjes. Ik denk die andere dingetjes. Maar die zit in mijn tas. Even een paar sieraden. Die had ik gekregen. Maar die zijn goud. En ik draag geen gouden sieraden meer. Dus die ga ik even meenemen voor Zoe. Want Zoe draagt dat wel. Van. Die had ik dat gekregen van. Dat, hoe heet dit? Perditie of zoiets. Ik heb geen idee. Zit erin? Ja. Ik had volgens mij nog ergens iets goud. Maar waar dat ligt. Nou, zoek zo wel. Deze neem ik in ieder geval mee. Nee, even mijn tas inpakken, want ik slaap vandaag bij Miel. Hij gaat niet uit, maar ik slaap wel bij hem. Maar goed. Ja, ik zie jullie straks. Hoi allemaal, het is vandaag zondag. Zondag 11 november. Volgens mij wel, 11 november. En ik heb gisteren niet gefilmd. Gisteren heb ik gewoon gewerkt. Verder niks boeiends gedaan, vandaar dat ik niet heb gefilmd. Maar ik wilde nu wel eventjes wat aan je laten zien. Want ik ga namelijk 3 van mijn jassen op United Wardrobe zetten. Als jullie deze video zien, staan ze online nu. Als het goed is. Maar ik dacht, het is misschien ook wel even handig om in deze video te laten zien. Dan zie je gewoon net even wat beter hoe die staat. Dan op foto's en zo. Als eerste ga ik deze jas erop zetten van Naked. Het is een zwarte, ik wil zeggen blauw. Het is een zwarte fur coat. Een korte. Echt mega lekker dik. Hij heeft een leuk kraagje. Het is maat 32. Maar Naked valt best wel groot. Ik zou deze aanraden als je maat 34 hebt. Of een kleine 36. Ik heb zelf altijd XS 34, 36. Ik zal hem zo ook wel even aantrekken. Dan zal je zien hoe die bij mij staat. De originele prijs van deze jas is dus 100 euro. Maar ja, ik draag hem gewoon nooit. Hij gaat dicht met van die haakjes. Ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Ik denk het niet. Maar het zijn van die schuifhaakjes. Even kijken of ik eentje kan vinden zo. Dus als je hem dicht hebt, dan zit hij heel mooi afgewerkt. Je ziet die haakjes verder ook niet. Ze zijn gewoon zwart. En het zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Dus zit over heel de jas verdeeld, zodat hij gewoon helemaal lekker goed dicht kan. Ik zal hem eventjes voor jullie aantrekken. Oké, dit is de jas. Ik vind hem echt heel erg lekker zitten. Alleen ik draag gewoon eigenlijk nooit echt korte jassen. Behalve leren jasjes. Vandaar dat ik deze er gewoon niet bij pak. Zoals je ziet, de mouwen komen bij mij tot op mijn vingers ongeveer. Je ziet niet zo goed. Maar tot op mijn vingers. Dus met een maat 36 zou deze jas denk ik ook wel passen. Als je hem dicht doet, ziet hij er zo uit. Even de haakjes dicht doen. Hier nog één. En hierboven zit er ook nog één. Dus hij kan echt helemaal tot aan boven dicht. Lekker kraagje. En dit is die van de achterkant. En hij heeft zakjes aan de zijkant. Dus dat is natuurlijk ook heel erg handig. Dus dit was jas nummer 1. Dan verkoop ik deze. Dit is een geel kort spijkerjasje. En waarom ik deze weg doe is omdat ik dus al een geel jasje heb. Ik zal hem er even bij pakken. Namelijk deze heb ik al. En zoals je ziet is deze iets meer okergeel. En deze echt iets geler. En ik pak gewoon sneller deze erbij. Deze is ook wat langer. Meer mijn stijl. Ik vind deze gewoon net even iets leuker. En om nou twee gele jasjes in mijn kast te hebben. Is ook een beetje overdreven. Want zo vaak draag ik ze niet. Dus ik dacht ik ga deze gewoon wegdoen. Het kaartje zit er ook nog aan zoals je kunt zien. Ja daar. Dus deze hou ik gewoon zelf. En deze is iets meer oranjegeel. En deze echt iets meer... Ja, zonnebloemgeel of zo noem je dat. Hij komt dus tot aan ongeveer, ja, tot aan je ribben. Gaat dicht met knoopjes.
heeft er vijf knoopjes. Is in een maatje XS en hij is van straatstijl. Ook deze zal ik weer eventjes aantrekken om aan jullie te laten zien hoe die staat. Zo, dit is het gele jasje. Ik hoop dat je het met het licht een beetje goed kunt zien. Hij komt dus ongeveer tot aan je ribben. Is wel echt gewoon een heel erg leuk jasje. Alleen die andere kleur past gewoon net even iets meer bij mij. Bij de mouwen sluit hij ook nog met een knoopje. Dit jasje zou ik aanraden als je maatje XS of 34 hebt. 36 kan ook wel, maar dan is hij wat minder oversized. Nu vind ik hem best wel een beetje oversized vallen, ook bij de armen. En ik heb er nu gewoon een dikke trui onder aan, dus daar past hij ook gewoon prima mee. Dus ja, deze. Dat is nummer 2. En hij heeft hier ook nog twee leuke zakjes waar je wat dingetjes in kan doen. Deze heb ik dus nog nooit gedragen, net zoals die zwarte. Dus daarom eigenlijk dat ik hem wegdoe. En dan een jas die ik wel heel erg veel heb gedragen. Of nou, heel erg veel... vaak heb gedragen. Dat is namelijk deze panterjas van de Zara. Je ziet de laatste tijd weer echt onwijs veel. Ik heb deze jas al 2 jaar of 1,5 jaar. Toen gekocht bij de Zara van de TRF-lijn. In een maatje XS is deze. En je ziet ze nu gewoon weer zoveel voorbij komen. Maar ja, ik heb hem al een heel seizoen gedragen. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje op uitgekeken op deze jas. Dat komt omdat ik ook een andere jas in gedachten heb die ik echt heel erg graag wil. Waardoor ik deze eigenlijk gewoon... niet meer dragen en alleen maar met mijn hoofd bij die andere jas zit. Dus deze. Hij heeft zakjes aan de zijkant. Aan beide kanten heeft hij 2 zakken. Hij gaat dicht met zo'n sluitingje. Even kijken of je het kan zien. Zo'n drukknoopje. En dan aan de andere kant heb je dit zitten. Daar heeft hij er 3 van. Het is ongeveer, komt hij net iets over je bil heen. Het is echt een heel erg mooi model. Ook weer met een kraagje. Geen capuchon. Die zwarte jas heeft trouwens ook geen capuchon. Allebei een kraagje. En je ziet er gewoon heel erg mooi uit. Het is gewoon een heel mooi panterprintje. Niet zo'n extreem neppe of zo, weet je. Ik vind deze gewoon heel erg mooi. En ook deze ook weer eventjes voor jullie aantrekken. Nou, dit is de panterjas. Hij komt niet helemaal in beeld. Ik zal zo meteen nog even een shot in de spiegel laten zien. Maar dit is dus de panterjas. Zoals je ziet zit hij bij mijn armen gewoon goed. Ik zou deze aanraden met een maatje 34 of gewoon een XS. Ik heb er nu een trui onder aan, dus dat past ook gewoon prima zoals je ziet. Zakjes hier. En aan de achterkant is hij gewoon nog ook helemaal mooi. En ik zal hem even in de spiegel laten zien. Dan kan je zien hoe lang die is. Let niet op mijn pyjamabroek. Ik heb mijn pyjamabroek aan. Hij komt tot over mijn bil heen. Zoals je ziet. Of althans, mijn bil stopt hier. Zo. En hij stopt daar, de jas. Het is gewoon een hele mooie, leuke jas. Dus ik ben benieuwd wie ik hier blij mee kan maken. Al deze items zullen nu... Deze 3 items zullen nu op mijn United Wardrobe staan. Het linkje van mijn United Wardrobe account staat ook in de beschrijving. Dus daar kan je even op klikken als je geïnteresseerd bent. En even aan deze leuke jasjes. Ik ga gelijk bij deze de video afsluiten. Dan kan ik hem gelijk bewerken en inplannen voor morgen. Want ik wil zo meteen ook nog een extra andere video opnemen. Die, als het goed is, deze donderdag online komt. Dus ben je nou heel erg benieuwd naar de video die donderdag online gaat komen. Moet je zeker even abonneren op mijn kanaal. Dan blijf je namelijk op de hoogte van de video's die ik plaats. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!